Diana Matroos. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Als je nu kijkt naar het militaire strijdtoneel, wat vind jij dan de interessante bewegingen die zich nu plaatsvinden, even los van die aankondigingen met zware wapens? In feite vind ik Soledar vind ik een strategisch, eigenlijk van nauwelijks enig belang. Bakhmut, daar gaat het al 3 maanden over, dus daar gebeurt eigenlijk ook niks. Ik ben eigenlijk geïnteresseerder in heel langzaam verlopende tegenoffensief van de Oekraïners bij Kremina. En ik ben eigenlijk het meest geïnteresseerd in wat er nu in de lente gaat gebeuren, want Poetin heeft eigenlijk, hij heeft wel gezegd dat hij dat deed, maar eigenlijk niet de mobilisatie gestopt. Dus er wordt nog steeds komen er nieuwe recruten in het Russische leger. Het is eigenlijk zo dat men dat nog wil uitbreiden. Shoigu heeft gezegd, ik wil 350.000 man extra. Daar zijn al uniformen voor gemaakt in Vietnam en in China. De formulieren zijn ook al gedrukt, dus dat kan ieder moment afgekondigd worden. Nou, ook de Oekraïners zijn bezig met het verzamelen van troepen. Dus in de lente, ja, beide partijen hebben het oog op een offensief. En dan wordt het interessant. En dat is misschien dan ook mooi om even de kettingvraag bij te stellen, om ook te kijken van waar we in deze oorlog staan en wat ook de verdere ontwikkeling zal zijn. De topman van Corendon, Atilay Uzlu, die was vorige week bij mijn collega Art Rooyakkers te gast. En Atilay had deze vraag voor jou. Gaat het een keer aflopen? Want het duurt echt te lang, weet je. Ja, wanneer eindigt de oorlog? Ja, dat wil natuurlijk iedereen heel graag. Ja, maar in aanmerking genomen dat de vredesvoorwaarden van Oekraïne en van Rusland totaal uit elkaar liggen. De Russen hebben zichzelf in de voet geschoten door 4 Oekraïnse regio's te annexeren en die Russisch te verklaren. Dus die kunnen ze eigenlijk niet meer prijsgeven. De Oekraïners zeggen natuurlijk, wij willen alles terug, inclusief de Krim. Nou, daar ligt ongeveer 20 kilometer tussen. Met andere woorden, praten heeft op dat punt geen zin. En het gaat dus alleen, de oorlog gaat beslist worden wie de definitieve beslissende militaire overwinning haalt. En dan, als je dan toch weer even Stoltenberg erbij pakt, die zegt, er komen zware wapens, er komen ook later nog meer zware wapens aan. Nou ja, goed, die eerste stap van de Britten met die zware tanks. Is dat dan toch hetgeen wat echt een wending gaat geven uiteindelijk, wat heel cruciaal zou kunnen zijn? Het allerbelangrijkste is of het Westen verenigd achter Oekraïne blijft staan. En niet alleen wat wapentuig betreft, maar ook met het ondersteunen van de Oekraïnse economie. Nou, de Oekraïnse economie heeft 3 poten. Gas, staal en graan. Daar is alleen van graan nog iets over. Dus het Westen moet die economie overeind houden. En wapentuig leveren, dat zijn natuurlijk vele tientallen miljarden. Als het Westen daartoe bereid is en het Westen houdt dat vol, dan maakt Oekraïne een hele goede kans. Maar ik hoor tal van experts zeggen dat het nu ook wel wat dat betreft, en dat wordt al een tijdje gezegd, maar dat het nu nog spannender gaat worden, omdat we natuurlijk toch steeds meer ingezogen worden met steeds meer zware wapens die kant op, waar je toch een andere dynamiek mee creëert, dat het toch ook wel spannend kan zijn wat er met die steun gaat gebeuren. Ja. Het fenomeen is spannend, is het al vanaf vorig jaar februari. Ja, maar dat is misschien ook een verkeerd woord, maar denk je dat die steun gaat blijven? Of denk je dat we toch meer gaan discussiëren hierover? Nee, ik denk dat die steun gaat blijven. Ook al, kijk, het hangt natuurlijk allemaal af van Amerika. Amerika is de grote drijvende kracht. Maar dit wordt zowel door democraten als republikeinen gesteund. Een van de weinige dingen waar ze het over eens zijn. Het tweede ding is, er zijn ook wel Amerikaanse peilingen waaruit blijkt dat de republikeinen helemaal niet meer zo voor zijn, toch? Nee, maar dat zijn er maar een aantal. Dat zijn een beperkt aantal. En de andere kant is natuurlijk, de grote waterscheiding is of NAVO-militairen in Oekraïne gaan vechten. En dat is niet het geval. Nu zijn het Oekraïners die met westerse wapens gaan vechten tegen de Russen. Dus je verwacht dat eigenlijk het Westen zal blijven steunen in dit conflict, omdat wat staat er op het spel voor ons? Nou ja, het is heel duidelijk. Als dit is een zaak van pure agressie geweest. Oekraïne heeft daar geen aanleiding toe gegeven. Pure agressie. Als je dat toestaat, dan hou je van een wereldorde niks meer over. Dat is het eerste ding. En het tweede is natuurlijk aan de andere kant, als je dit niet stopt, is het over 5 jaar met Rusland weer hetzelfde. En dus zullen we doorpakken, is jouw verwachting? Zeker.
De vraag is ook, want je zei al, het gaat over geld, maar dat is natuurlijk aan Russische zijde ook zo. Hoe lang gaat Rusland dit vanuit financieel opzicht volhouden? Ook vanuit het gegeven dat wij met sancties natuurlijk Rusland proberen te treffen. Maar ik heb het idee dat dat best moeilijk is om dat echt voor elkaar te krijgen. Sancties duren lang, maar wat dat betreft zijn er recente cijfers uit. Eigenlijk heb ik die gisteren gehoord. Dat gaat erover dat de Russische olieproductie met meer dan 20% gezakt is afgelopen jaar. Dat de Russische olie verkocht wordt voor $50 aan China en Japan. China en India. Maar die $50, daar moet nog vanaf de transportkosten. Dus het is veel makkelijker om vanaf, laten we zeggen, de Baltische havens naar de grootste Russische oliehaven Rotterdam te varen. Mm-hmm. Wat het voorheen was. Dan naar India of China. Kost 5 keer 6 meer qua 5 of 6 keer meer aan transportkosten. Dus de olieindustrie krijgt het steeds moeilijker. Gas was al nauwelijks profitable. Rusland levert de beste klant van Rusland voor gas was de EU. Betaalt het beste. China krijgt ook gas. Maar dat is een contract waar meer dan 10 jaar over onderhandeld is. En dat was toen al in vredestijd twijfelachtig of het winstgevend was. Met andere woorden, dat Russische budget gaat een enorme tik krijgen. En dat betekent dat de Russische gewone burger, Iwan, Tanja, die krijgen het in de portemonnee te voelen. En toch hebben we steeds gedacht dat het veel eerder een probleem zou worden. De roebel viel eerst, maar is later gestabiliseerd. Moeten we ook toch weer even naar Navachev Stoltenberg, ook naar die Russen kijken, dat we ze niet moeten onderschatten, ook als het over die economie gaat. We weten ook dat de landbouw gewoon goed draait. Ja, dat is waar. Die Russische economie is taaier dan gedacht. Maar de roebel is een goed voorbeeld. Waarom is die roebel gestabiliseerd? Omdat het een kunstmatige munt is geworden en niet een mondiale munt. Daar wordt niet in gehandeld. Want als dat op mondiaal gebied zou gebeuren, zoals voordien het geval was, dan hadden we nu 110 roebels voor een euro. En langzamerhand zie je die roebel overigens al wel wegzakken, hoor. En dat gaat komend jaar in versnelling gebeuren. Maar de Russische bankdirecteur Nabulina heeft gewoon een uitstekende job gedaan. Door de boel kunstmatig overeind te houden. Ja. Maar je zegt dus ze gaan echt het nu voelen. Waar ga je dat het eerst aan merken? En zijn ze al aan het bezuinigen op bepaalde zaken? Ja, alles waar de Russische staat op kan bezuinigen, zal bezuinigd worden. Onderwijs, ziekenzorg, medicijnen. Dus alles wat een gewone burger nodig heeft om te functioneren. En voor de rest is het andere. Er zit een andere kant aan. Er is een wet aangenomen in de Russische Duma dat je namelijk moet blijven werken als de werkgever dat zegt. Nou, bijna alles, de investeringen in Rusland zijn totaal weggevallen. Er is 260 miljard aan investeringen weggevloeid in 2022. Met andere woorden, de Russische staat is de enige belangrijke werkgever nog in Rusland. En of jij nu prijscompensatie krijgt of niet, of misschien geen loon, zoals in de jaren 90. Jij moet dus blijven werken, anders beland je in het gevangen. Ja. Met andere woorden, die economie, dat wordt een oorlogseconomie. En de grote vraag is, kan dat Poetin wat schelen dan? Want ik bedoel, je zegt, ja, het volk gaat het voelen, maar dat maakt hem waarschijnlijk niet zoveel uit. Ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken, wat dat betreft. Ik kan veel als historicus, maar dat niet. Maar ik kan wel zeggen dat een zekere mate van ongevoeligheid hem wel kenmerkt, ja. Ja. Dus als je dan nu kijkt naar zijn strategie, en we kunnen allemaal niet in zijn hoofd kijken, je moet het doen met de analyses en jij verdiept je daar dagelijks in. Hoe zal hij nu proberen in dit hele schaakspel de volgende zet te doen? Rusland kan maar één ding doen nu, militair gesproken en eigenlijk ook economisch gesproken. Door middel van aantallen proberen die oorlog te winnen. De traditionele Russische strategie van 1812 en van de Tweede Wereldoorlog. Precies hetzelfde. Op technologisch gebied zullen ze het niet winnen. Op economisch gebied, nou, dat wordt steeds moeilijker. Dus je kan het alleen met aantallen doen. Nou, dat betekent gewoon dat het langer gaat duren en veel meer slachtoffers gaat kosten. En dat is natuurlijk, we praten elke keer over die oorlog en het wendt nooit. Maar je praat er soms niet makkelijk over. Ik zit een beetje naar de goede woorden te zoeken. Maar als je die gruwelijke beelden ziet en beseft dat mensen nu in een kou zitten. Elektriciteit die overal is uitgevallen. Dat gruwelijke beeld wordt dus verder voortgezet.
Ja, en ik denk dat dat ook te maken heeft met ons eigen... Althans, ik praat nu even over het Westen, maar misschien ook over Oekraïne. Wij zijn oorlog niet meer gewend in Europa. En nu plotseling blijkt het toch te kunnen. Dat we dachten, dat kan niet meer. Mm-hmm. Maar na 70 jaar vrede kan het dus wel. Wat doet dat met jou? Ja, ik ben daar zelf... Hoe moet ik het zeggen? Toch ook wel... Ja, je wereldbeeld kantelt gewoon. Ja. Niemand had dit gedacht op deze schaal en op zo'n manier. En maak je dan ook zorgen over ons als het Westen? Of denk je niet dat het zo ver gaat komen dat het toch een keertje ook onze kant op keert? Kijk, dat kan altijd. Oorlog is makkelijk begonnen, maar moeilijk te eindigen. En daar zitten altijd aspecten in waarvan je denkt... nou, dat had ik nooit gedacht. In mijn inschatting is dat niet mogelijk. Hè, dat het Westen, ja, dat er een confrontatie Westen-Rusland komt. Ik hoop het. Ja, dat niemand wil dit. Nee. En waarom denk je dat? Hè? Want ik bedoel, ik merk dat iedereen steeds zegt dat gebeurt niet. Maar toch, we worden steeds meer in deze oorlog getrokken. Omdat we proberen tot een bepaald keerpunt te komen. En we gaan steeds een stap verder. Waarom zou dit niet tegen ons kunnen keren? Ja, maar de grote stap is dus de inzet van NAVO-militairen in Oekraïne zelf. Dat vind ik echt een stap. Mm-hmm. En dat maar je neemt allemaal stapjes. Ik bedoel, dat is nu nog niet zo. Maar we nemen allemaal stapjes daarnaartoe, toch? Maar ik denk dat dat dus een rode lijn is die men in Brussel ook niet wil. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zoals ik de situatie nu inschat. Kijk, ik kan niet over 3 maanden kijken of over 6 maanden. Mm-hmm. Maar zoals het nu inschat, wil men dat in Brussel niet. En je denkt dus dat Poetin, zover we in zijn hoofd kunnen kijken, zal doorzetten. Hoeveel moeilijkheden gaat hij mogen verwachten van het Russische volk? Ik denk dat het Russische volk buitengewoon... men ontkent het. Dat was de eerste fase, ontkenning. Maar nu de oorlog de huiskamer binnenkomt door het oproepen van allerlei familieleden, kan men dat niet meer ontkennen. Maar ik denk dat de grote problemen voor Poetin niet van het Russische volk gaan komen, want het is nog steeds populair, maar van binnen de elite. En dat is denk ik een heel mooi topic om zo meteen over verder te praten.